We zijn vandaag in Weert. We gaan hier Breaking Harmony op, optreden met Redo. Ik ben mijn setup aan het opbouwen voor het stuk met Redo, wat we ook in Blurred Lines gaan doen. En dit is Fresh, Breaking is gewoon Fresh uit Weert. En wat je de muziek die hoort is eigenlijk een harmonie. Die komt straks daar, komt een hele harmonie te zitten, een heel orkest. Waar zij live mee gaan optreden. Als Weertenaar kende je natuurlijk wel de harmonie, hè? Nee, hij nog nooit de harmonie zien spelen? Nee? Oké, dus het was voor jou sowieso helemaal nieuw? Ja, voor mij was het helemaal nieuw. Ja, nee, ik heb zelf nog niet echt een ervaring met een harmonie of zo. Ja, ik wist dat ze bestonden. Het is carnaval, maar nee, voor de rest ook niet echt. Voor hun is het heel apart om met live muziek iets te doen. En anderzijds is het denk ik voor zo'n harmonieorkest heel apart om ook dit soort muziek te spelen. Ja. En zo van... ja, gewoon, het is allemaal wat vrijer, hè? Van goed, die jongens gaan dansen en als ze het zo vaak doen, doen ze het zo vaak. Als het zo vaak, ja, dan is het weer anders. Ja. Dus het is heel alert zijn en heel anders muziek maken. Gooi er lekker wat jus op en lekker wat, wat swag, zoals wij dat zeggen. En dan komt het helemaal goed. Sowieso leuk. Super, dankjewel. Ja, wil ik één keer gewoon ook zo hier staan en dan één keer zo dit doen? Ja. Mag dat? Echt? Ja, oké. Ja, het is goed. Zo. Het moet staan. Ja, dit was echt een super toffe samenwerking. Breakers, harmonieën. Volgens mij is dit het begin van iets heel erg moois. En ik denk wat we hier hebben laten zien, hoe dit tot stand is gekomen, de reacties van het publiek. Dit moeten we gewoon veel vaker doen. Indrukwekkend hoe deze combinatie gevonden is en die zo geslaagd is. Met jonge kinderen, met een prachtig orkest, met een gigant als percussionist, Dominique Vleeshouwers. Ik denk dat Weert hiermee ook iets uitstraalt als culturele stad. Enorm knap en ik vond het ook ontroerend en ja, ik vond het echt, ik had nog een uur kunnen luisteren en kijken. Ja. Hier hadden 2000 mensen mogen zitten van mij. Juist het verbinden, er komen echt mooie dingen tot stand, dus let's do this, next year, zijn we er weer.